Age, ik vraag me af hoe hou je het vol? 3 dagen topsport ook voor jullie, al die hengsten voorbrengen, aanjagen. Hoe is er op dit moment de stand van zaken? Ja, best. Ik denk dat we met z'n allen heel erg trots mogen zijn op het Friese paard. En die adrenaline die dat paard geeft, ja, dat is mega. En het publiek, ik wil jullie bedanken. Jullie staan er altijd achter. En dat maakt het feest compleet. Maar het Friese paard, dat brengt je alles. En dat zag je gisteren in de show. En dat zie je nu. En al die mensen, dank je wel. Top. Age, kom even mee. Mag je even bij mij uitrusten? Zo dadelijk komen er al een paar meer mensen in de baan. Maar hier staat een man die een mooi verhaal gaat houden. Dames en heren, het woord aan Richard Vlier. Goedemiddag, dames en heren. Wat is het een plezier om hier te mogen staan. Wie oh wie wordt de opvolger van Nane 492? En wie wordt dus het paard van het jaar 2023? Mijn naam is, zoals eerder gezegd, Richard Vlier. En ik heb dit jaar samen mogen jureren met Mirella van Leeuwen en Sieske van Oosterbaan van Pesky. Niet eerder stonden er maar liefst 5 paarden in de spotlight die allemaal ieder afzonderlijk paard van het jaar zouden kunnen worden. Zelfs een top 3 zou al lastig kiezen zijn. We hebben het immers over de stempelhengst Johannes 484 en over meervoudig kampioen, maar liefst 5 keer Jure 495, die samen zoveel hebben gepresteerd en niet alleen het afgelopen jaar. Maar wat dacht u van het paard Johnny Cash, die het Friese paard dankzij de Mexicaanse inzet van Finca Sanro bij de Pan American Games op het internationaal dressuurpodium presenteerde. Chapeau. Maar wat dacht u van de 2 kanjes van Merries? Wildje A, die zelf op hoge leeftijd imponeert en dat ook doorgeeft aan haar navolk. En wat dacht u van Berbe van Brabantshof? De 2-voudig kampioenen van de centrale merriekeuring. Een waanzinnige prestatie. Het publiek, zoals jullie allemaal, hebben gesproken en gestemd. De vakjury heeft zwaar overlegd. En daarmee is de uitslag wie paard van het jaar 2023 wordt. De hengst, die al jaren kampioenen levert op de fokdagen. Een sterpercentage van 67% bij zijn dochters. Zelf sportelite in de 3 disciplines. En dit jaar al 4 fraaie modelmerries leverde. Waaronder Berber van Brabantshof, Koba van de Hanenbos, Amarins van Lapineburg en Amalia van de Heemstede. En daarnaast heeft hij al 21, u hoort het goed, 21 kroonmerries gebracht. Daarbij heeft hij met Ouwet 514 en Fouke 520 2 goedgekeurde zonen. U begrijpt het, Johannes 484 is paard van het jaar 2023. Daar is hij, dames en heren. Johannes 484. Mag ik Jan en John Boots erbij vragen? En de fokker Johannes Bakker. Want dit is het moment. Nog 1 keer met z'n allen, maar dan wat luider. Voor Johannes 484. Mede-eigenaren, fokker, kom erbij. Jan en John Boots, fokker van Johannes, Johannes Bakker. Als het goed is zijn ze er allemaal. Hendrik Postma, waarnemend voorzitter van de KNVS, dames en heren, gaat de versierste aanhangen. Prachtige lint, rood-wit-blauw bij Johannes 484. Rieke erbij. In dit geval mogen Ela en Jimte binnenkomen hoor.
We zijn er bijzonder trots op dat Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland, de prijs gaat uitreiken. Er zit ook een waardebon aan vast van 1000 euro van de provincie. Arno Brok, commissaris van de Koning, hier in ons midden. Gefokt bij Johannes Bakker. Mede in bezit van Jan en John Boots. En de familie Okkema, dames en heren, hier in het zonnetje gezet. Prachtig resultaat. Weer een mijlpaal voor Johannes 484. We houden het nu nog even rustig, maar zo dadelijk gaat het dak eraf. De jeugd erbij, kinderen van de Aag en Marieke erbij, tuurlijk, in dit geval mag dat. Vele handen die geschud worden. Hengstekeuringcommissie. Hendrik Postma, waarnemend voorzitter van het KVPS. En Arno Brok, commissaris van de Koning in de provincie Friesland. Wat een moment. Moment om niet meer te vergeten. Mooie statiedeken opgelegd op het paard van het jaar. 1000 euro verdeeld, 500 voor de fokker, 500 voor de eigenaren. Aangeboden door de provincie Friesland. Wat een eer. Dit is de hoogste status, de hoogste eer die een hengst kan bereiken binnen het KFPS. Prachtige opvolger van Nane 492. Nu Johannes 484. Maar even een compleet plaatje met de familie vraagt Age. En dan zo dadelijk het dak eraf, mensen. Paard van het jaar op de KFPS Hengstekeuring. Paard van het jaar 2023. Johannes 484. En dan weet ik zeker dat we nog één keer allemaal gaan staan. Ik zei het dak mag eraf. Age, die gaat hem nog één keer presenteren. Want dat verdient hij. Dames en heren, paard van het jaar. En Age die roept dan op. Kom op. Met z'n allen! Johannes 484, juich hem eens toe!